Het heeft geen stukje frustratie voor mij dat ik van voetbal houd, omdat ik zelf eigenlijk leuk wat gepresteerd heb. Ik heb bij VNA in 1 gespeeld, maar ja, ik kreeg van Gele Hoed tegen toen die tijd kregen we fus bier. Ik heb 10 jaar in 1 gespeeld, ik heb 1 fus bier gehad. Dat was dat het G-team van VNA, of van UBS tegen speelde. Maar voor de rest, we gaan straks een echte voetballunch doen en dan kijk ik even jullie aan. Jullie zaten altijd heel netjes te lunchen, meneer Rijsbergen en dan. En meneer Alfons. Maar wij supporters kregen altijd een ertessoepie en een hotdogje. Dus dat gaan we dat allemaal eten. Kun je een keer wat bij ons meemaken? Ik kreeg altijd een mooie lunch met Bert. Leuk dat Bert ook is. Maar wij kregen altijd ertessoepie en een hotdogje. Dat konden wij uitkrijgen. Dus dat gaan we straks even. Ga ik wel even ergens op de scenario voor mijn binnen gaan. Nou ja, het draait allemaal om het mooie boek. We leggen alleen verkeerde handschoenen bij. Want we zouden eigenlijk gouden handschoenen moeten wezen met een diamantje eraf. Want het is natuurlijk een uniek exemplaar. En die heeft onze vriend Jaap gemaakt. Er liggen nog een paar boeken die Jaap heeft gemaakt. Ik ben een apen trots op. En ja, Jaap gaat even wat vertellen over het boek. Maar ik vind het heel leuk dat we er allemaal aanwezig zijn, jongens. Echt serieus. En we gaan dus lekker lunchen zo. Een toeschouwerslunch, wat we altijd te eten kregen. Kun je meemaken, wat ik al zei. En we gaan er een hele leuke middag van maken. En Jaap, jij hebt vast nog wel. We schakelen over naar Jaap. Jaap! Ja. 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 Wat niet al de bedoeling is. Ik weet niet of dat kan, maar ja, vrijdag. Kunnen we door de vingers zien. Maar het is bizar dat Tom en ook Avondel uit en Niels Vreeming van mijn boeken dit voor elkaar hebben gekregen. Dat er zoveel bijzondere mensen aan tafel zitten. Ik voel me vereerd en ik wil dan ook van de gelegenheid misbruik maken om iets over, noem het maar, mijn geesteskind te vertellen. De bedoeling is dat we straks na het eten een exemplaar wat Tom gekocht heeft met tranen in zijn ogen bij Niels in Babuka gaan overhandigen. En dat doet dan die meneer die, zoals ik net hoor, 2 WK's gespeeld heeft. In de finale gestaan. Hier normaal liep er altijd dus op dinsdag een lunch gebruikt. Maar zich vandaag wel wil aanpassen voor een keertje. Top, Wim. Ik heb een vrije boterham in de zak. Oké, dit boek. Feyenoord de grootste. Ja, hoe is het zo gekomen? Wij leveren er witte handschoentjes bij, maar het is niet echt nodig, want dit boek, dat is, de papier is met een bepaalde coating verrijkt, waardoor je er gewoon met je handen, niet als je net een hamburger gegeten hebt, maar gewoon met normale vingers, als je daar je hand op legt, dat er geen afdrukken achter blijven. En dan wil ik gelijk even voor de gebruik maken om ook iets te vertellen naar aanleiding van iets. Kijk, ik ga gewoon dit soort, het is dus 50 bij 50, het is 51 bij 51 centimeter. Dit soort foto's. En dat was waanzinnig. Wij hebben deze klus eigenlijk een beetje moeten rekken, omdat we op een gegeven moment op fotobronnen stuiten die nooit eerder waren geopend. En ja, op een gegeven moment gaat dan zo'n gerucht de ronde doen van dat je met een boek bezig bent. En dan komen er allerlei spilonken uit kieren en gaten komen mensen met hun eigen foto's tevoorschijn. En dat heeft geleid tot echt ongelooflijke juweeltjes van printen die vaak ook nog van heel goede kwaliteit waren. Kijk, dit soort opgeblazen foto's van naar 51 bij 51 centimeter die dan helemaal geen kwaliteitsverlies hebben, dat is natuurlijk waanzinnig. Ik heb het laatst met Niels in de winkel nog een keer over gehad. Er zit ook een foto in, dan moeten jullie straks, als het van Tom mag, moeten jullie zelf maar eventjes kijken. Er zit een foto. Op een gegeven moment met Harry Bielt, de eerste Feyenoorder uit het buitenland, in de slag gegaan. En ik zal zeker even die foto tevoorschijn tonen. Ik moet eerst deze even laten zien aan jullie. Want het is dan ook wel dat je dan op een gegeven moment uitklappers erin krijgt. Dan krijg je dus dit effect. Dan krijg je dus een foto van 2 meter van de Kuip in begin jaren 60. Aanraden om daar straks ook even naar te kijken, want je waant je echt in het stadion. Maar er zit bijvoorbeeld een foto in van, zoals ik zei, Harry Bielt. Ook een aanradertje om zo meteen eventjes het oog op te laten vallen. Even kijken waar die zit. Hier. Ik heb dat ongeveer in mijn hoofd zitten. Dus. Er zit hier een foto van een opening Feyenoord Ajax is dit. Begin jaren, nee, dit is 1965. In de maand januari, waarbij het licht in de Kuip valt, van het lage zonlicht. Recht in de Kuip valt, nou, je kan bij al die mensen, je kan gewoon zien wat ze in de borstzak hebben zitten. Dat is onwaarschijnlijk. Ja, het is onwaarschijnlijk. Ja, dames en heren, goedemiddag, welkom. Ik heb 2 borrelboxen voor jullie neergezet. Daar staat in een kommetje met erwtensoep, een klein hotdogje, een klein hamburgertje, een broodje met brie en een broodje met zalm. Daar zit ook zalmsalade in. Eet smakelijk! Mooi, heel mooi.